Bijzonder hartelijk welkom. Omringd door portretten van schrijvers zijn wij. Ja, Freek de Jonge schrijft ook. Daan van Doren doet een beetje zo. Hij heeft ze gemaakt. Gerard Reven, Freek de Jonge en Geert Mak. En we praten erover, want het past zo prachtig bij het thema van de Boekenweek. Geschreven portretten, nou, hij tekent, schildert ze, maakt ze op een andere manier, maar verdiept zich ook in mensen. Wat ik me nou afvroeg, Daan, is, naast jou zit Bram Kwekkeboom. Wij praten over de voorstelling De Rietdekker. Maar Bram heeft zo'n prachtige kop, vind ik altijd. Die kop, die kan er ongeveer zo uitzien. En ik heb hem bij Van Dalen wel eens zo gezien, ik weet niet of u dat, kun je het nog, Bram? Doet eens even, ja, heerlijke kop is dat toch? Kun je daarmee uit de voeten, met dat gezicht? Oh, absoluut. Zeker. Wat valt jou nou op? Want ik ken Bram al wat langer. Het is een beetje gênant, hè? Dat geeft niks. Dan maar gênant. Wat valt nou op in jouw ogen? Mooie karakterkop, neus natuurlijk, gelijk. Ja. Ja. En dat is belangrijk, van iets moet spreken? Ja, maakt het wel een stuk makkelijker. Als iemand met een blote billen gezicht, dat, waar je weinig houvast hebt, dan ja, dat maakt het ook minder interessant. Ja, en hoe ziet een blote billen gezicht eruit? Ja, glad, weinig hand. Ik noem het altijd handvaten. Duidelijke kenmerken. Dus iemand met een heel mooi, glad, gaaf gezicht. Ik doe over het algemeen ook liever oudere mensen. Ja? En liefst mannen. Oh ja? Ja. Hebben vrouwen vaker een blote billen gezicht? Nou, die zijn anders bezig met hun uiterlijk als mannen. En die willen graag, kan je niet een beetje dit corrigeren en dat corrigeren en wat gladder? En als je de heel natuurgetrouw schildert, dan is de opdrachtgever vaak een beetje ontevreden van, zie ik er nou echt zo uit? Ja, dat is een beetje het punt. Ja. Jij vindt het niet erg om er lelijk uit te zien, Bram? Of overdrijf dat is nu? Een hele leuke opmerking, dankjewel Rebecca. Dat is een bruggetje, ga erop in. Wat hij zegt over vrouwen, dat die willen eigenlijk er mooi uitzien. Ja, een mooi portret. Dat is wel zo, ja. Ik heb vroeger voor de NOS heb ik ook wel gegrimeerd. Ietsje dichterbij. Gegrimeerd, dus dan moest ik al die dames ook mooi opmaken. En dan zeiden ze altijd, nou, ik heb hier een kwapje, kan je dat niet een beetje weg? Nou, dan kon je dan wel weg. Schminken. Maar zodra je dus beweegt, dan komt dat kwapje toch tevoorschijn. Dus dat lukt er gewoon door. Maar dat is een beetje ijdelheid. Ja. Ijdelheid maar mannen zijn ook soms ijdelord. Jongen. Ja, joh. Dat valt ook niet mee. Maar ja, mijn kop is ook mijn handelswaar natuurlijk een beetje. Ja. Ja, dat hoort ook een beetje bij mijn werk. Ja. En ik vind het wel leuk om lelijk te... Het klinkt zo erg. Je mag hem bijna opeten. Oh, ik vind het leuk om lelijk te spelen. Ja? Ja, dat vind ik toch leuk. Daar moet ik wel iedere keer stappen voor nemen. Maar ik vind het uiteindelijk wel interessanter. Karakterrollen? Ja, gewoon. Toen ik met Stefan Perceval ging werken, de eerste dag dat we elkaar zagen in Antwerpen, zei ik, we gaan het lekker lelijk doen, hè. En hij zei ja, en ik kende hem helemaal niet. En toen dacht ik, ah, dat is mijn man. Gewoon lekker, aards, lelijk. Nou, ik bedoel niet lelijk in de lelijke zin, maar gewoon zoals je bent. Dat zo spelen. Ja, ik zag een poosje terug, een fragment, ik denk op Nostalgie.net of zo. Een fragment van Mary Dresselhuis. Leuk om terug te zien. En ja, de la grande dame, hè, van het toneel. Absoluut. Wat me opviel, ik denk van, zo wordt toch niet meer geacteerd? Nee. Het is natuurlijk na Actie Tomaat heel veel veranderd. En Mary Dresselhuis heeft natuurlijk lang gespeeld. En ja, dat is natuurlijk echt een comedienne. Ja. Zonder wat te willen zeggen of daar negatief over te doen. Maar het hoort wel bij een bepaalde periode manier van toneelspelen, denk ik. Ja. God, dat is een moeilijke vraag. Want als ik nu naar bepaalde die Theater van de Lach producties die er nu ook een beetje weer terugkomen, omdat mensen toch geamuseerd willen worden in deze vreselijke tijd, dan zie je toch wel dezelfde manier van spelen. Ook echt op het publiek spelen, op het toch koketteren met het publiek. Ja. En mensen vinden dat leuk. Om dan te kijken. Weet je dat gesmieren?
Nee, helemaal niet. Nee, er wordt absoluut niet gesmeerd. Dat is juist, mensen denken dat wel, maar ook zelfs het smieren is dus echt helemaal ingeregisseerd. Zo, nu barsten wij een lachen uit, dat is allemaal getimed. Ja. Je wordt echt bij toneel, en dat hoort ook zo, word je gewoon bedrogen. Ja, dat hoort bij het vak. Ja, natuurlijk. Ja. Die samenwerking met Stefan, want we praten over de Rietdekker. De Rietdekker is gebaseerd op het gelijknamige boek van Rinus Spruit. Hij is daar aanwezig. Welkom, Rinus. Ik heb verschillende keren al met Rinus over het ontstaan van het boek gesproken. Hoe het begon met Zwiegstille in de week van het Zeeuwse boek. En hoe het nu landelijk is uitgegeven en ook in het Duits wordt vertaald. Het is echt een hit. Het is ook een prachtig boek. En nu is er die theatervoorstelling en die speel jij, Bram. Ja. Ben jij uitgegaan van de theatertekst of van het boek? Kende jij het boek? Nee, ik kende het niet. Maar ik zat 4 maanden voordat ik hiermee begon, heb ik 4 maanden in Groningen gespeeld. En toen werd ik opgebeld of ik die rol wilde spelen. Want eerst zou het een Hollander spelen. Die kon geen Zeeuws. En die zag het ook niet zo zitten om vanuit het boek een theatertekst te maken. En toen belde Alex Malms me op of ik dat wilde doen, omdat ik een beetje Zeeuws kan praten. En toen heb ik het boek gelezen. Dat lag ook in Groningen. En toen heb ik het één ruk uitgelezen. Toen dacht ik, hoe moeten we daar nou toch een toneelstuk van maken? Vond ik echt heel moeilijk. Sorry om meneer te praten. want het is heel beschrijvend. En wij willen toch een soort actualiteit aan dat toneelstuk geven, waarin het dan toch een beetje in het hier en nu speelt. Heel ander medium natuurlijk. Ja, totaal. En toen heeft Alex dus een soort dingen bedacht uit het boek. Dat waren 47 bladzijden. En toen zijn Stefan en ik mee aan de gang gegaan. En toen hebben we er nog ongeveer 27 bladzijden uitgegooid. Ja, dus je moet een manier vinden om het op het toneel te brengen. Ja, zeker. Want anders dan kan ik net zo goed het boek voorlezen. Om de essentie van het verhaal ook. Want daar zijn jullie denk ik steeds ook mee bezig. Daar zijn we heel erg mee bezig geweest. Want het boek bestaat voor mijn gevoel uit 2 delen. Het verhaal van Rinus met zijn vader en zijn vader. Maar dan ook nog eens Rinus in verhouding met zijn grootmoeder. En dat hebben wij eigenlijk, dus als ze later dus dement wordt en zo, hebben wij helemaal weggelaten. We hebben het echt gezocht naar de verhouding tussen de vader en de zoon. Ja, want in het boek krijg je, wat ik prachtig vind, een soort kantelend perspectief. Ja, hè? Dus je kijkt eigenlijk door de ogen van de zoon naar dezelfde mensen, die ineens heel anders gaat bekijken. Ja. Maar dat is een vrij ingewikkeld proces om die vertaalslag. Daar is Alex ook mee bezig geweest. Is dat de rol van de dramateur bij zo'n stuk? Nee, dat hebben we. Of dat is de ontdekkingstocht. Alex hebben we toen naar huis gestuurd. Oh. En gezegd, nou, wij gaan. Ga jij maar weg. Laat ons eens 1,5 week aan de gang gaan. En dan komen wij met een voorstel. En als je dus zegt, hier word ik dus echt heel erg verdrietig van, dan gaan we anders mixen. Maar hij vond het heel erg mooi. Ja, maar het is een ontdekkingstocht dus van jou met de regisseur. Ja, met Stefan. Ja. En dat was heel erg leuk, want je praat dus heel veel over. Want wat wil het boek nou zeggen? Wat wil, voor ons natuurlijk, wat wil Rinus nou eigenlijk vertellen? Toch over, ja, het is zo raar dat je er nou bij zit, maar goed. Ja, dat wisten wij niet. Wij vonden dus eigenlijk, het is veel meer de vader die maar steeds zegt van, jongen, een mens zonder werk, dat is toch niks. Hè? En dus dan al die fases in zijn leven, dan eindelijk met dit komt en dan zegt, kijk eens papa, kan heus wel wat. En daar wilden wij het dus eigenlijk over hebben. En ja, ik vind het wel goed gelukt. Maar je bent hard bezig. Ik bedoel, heel dat zijn lange dagen. Hele lange dagen. Beschrijf eens, hoe zien die eruit? Om 7 uur kom ik uit mijn bed. Om 7:30 ga ik leren. 10 uur komt de regisseur. En dan repeteren we, zoals eergisteren, tot 11:30 s'avonds. Ja. Want techniek is nu bijgekomen en de muziek, de belichting en het stuk. Zeker ook de muziek moet echt per seconde eronder en dan gaat het weer harder, dan moet ik erin komen. Zoals ook met de verlichting. Dus het is een heel intensief proces nu. Maar het zijn hele goede mensen die erbij werken. Ja, het is ongelooflijk. Waar put je, want het gaat eigenlijk ook over de relatie tussen de vader en de zoon. Ja. Waar put jij zelf uit? Om zo'n, want je diept dat uit in zo'n stuk.
Van, ja. Wat zijn dan je eigen bronnen waar je dat uit vandaan haalt? Ja. Of is dat in gesprekken gewoon met de regisseur? Dat je... Ja, weet je, ik ben nou bijna 65. Dus ik heb ook een lang leven achter de rug. En ook met veel mensen waar ik dus mee praat. En natuurlijk gebruik ik ook wel mijn eigen ervaringen. Maar ja, je bent toch toneelspeler geworden omdat je fantasie hebt en je het toch kan inleven. En als je boeken leest of films ziet, dan zijn er zoveel voorbeelden die je kan gebruiken in het toneelstuk. Ik heb de vader van Adolf Hitler gespeeld en door Europa heen. En dan zeiden ze vaak, zeker in Duitsland, hoe heb je je ingeleefd? Dan denk ik, ja, daar hoef je toch niet voor in te leven. Alles wat je op schrift krijgt, dat wordt met bakken aangegeven. Om bij die andere lagen ook bij jezelf te komen. Ja. En dat vind ik eigenlijk het leukste. Maar boeiend, een boeiend proces is dat. Ja, en ook confronterend, ook, want mijn vader is overleden toen ik 6 jaar was. Nou, als dat dan deze vader overlijdt, iedere keer denk ik, oh ja. Dus die man heb ik al heel vaak misbruikt. Oeh, kijk nou weer. Ja. Zo is het wel. We gaan luisteren naar een fragment uit de Rietdekker. De première, er moet nog heel wat gebeuren voordat het in première gaat. Arsenaal Theater, woensdag 9 maart. Ja, ze zijn nu bezig met het afbreken van het decor. En maandagmorgen wordt het in Vlissingen opgebouwd. En ik mag er om 2 uur komen en dan gaan we doorlopen doen. 'S middags en 's avonds. En dan dinsdag televisie. En woensdag try-out voor vrijwilligers en donderdag eruit. En dan vrijdag, zaterdag en zondag. En is het bij Ellewoudersdijk of zo, is er een extra voorstelling bijgekomen waar ook meneer Spruit komt een inleiding geven. Dus, nou, ik ga nu wat doen. Graag. Ja. Om misverstanden te voorkomen, ik speel dus nu niet Rinus. Maar ik speel dus de vader van Rinus. Dus als ik het over de moeder heb, is dat dus Rinus zijn oma. Dat is wel belangrijk om te weten. S'avonds zitten we rond de tafel bij het licht van een olielamp. En moeder leest een boek. Ja, moeder is s'avonds op haar best. Dan wil ze niet naar bed. Mijn vader kijkt op de pendule. Allee, het is dit, we gaan naar bed. En wij doen alsof we niks horen. Moeder leest gewoon verder. En ik zit helemaal verdiept in mijn 20.000 mijlen onder zee. Ongeveer 10 meter onder de oppervlakte kwamen we door een zwerm vissen van allerlei soort, talrijker dan de vogels in de lucht en tevens veel bewegelijker. Tot nu toe hadden we echter geen enkel stuk waterwild ontmoet dat de moeite van een schot waard was. Maar plotseling zag ik de kapitein zijn geweer in aanslag brengen en op een voorwerp mikken dat zich tussen de planten voortbewoog. Het schot ging af, ik hoorde een sissend geluid en als door de bliksem getroffen viel op enige passen voor ons een dier neer. Het was een prachtige zeeotter, het enige viervoetige dier dat zich uitsluitend in zee ophoudt. Zijn huid, die van boven kastanjebruin en aan de onderkant zilverkleurig was, zou een zeer gewild handelsartikel op de Russische of Chinese huidenmarkten geweest zijn. Ik schatte deze huid op minstens 2000 francs. Dit kostbare vleesetende dier van ongeveer 1,5 meter lengte wordt door de vissers zeer gezocht. Het heeft een toevlucht gevonden in het noordelijk gedeelte van den Grote Oceaan. En de tijd is waarschijnlijk niet ver meer dat zijn ras geheel zal uitsterven. Allee, het is dit. We gaan naar baden. Anders is straks die olielampen glad leeg. Als we die olielampen nog laat leeg branden, dan kan ik morgen nog. Hè. Kan komen olie en dan is die oliebussen weer glad leeg. Alles draait om moeder. Toch is vader de baas. Als we met z'n allen
om de tafel zitten voor het warme eten, dan staan er naast het bordje van moeder allemaal aparte pannetjes. Want moeder is ziekelijk en ze kan het gewone eten niet verdragen. Zij eet rundvlees, rundvleesjus, terwijl wij gewoon van het varken eten. En er is ook nog een schaaltje met roomboter en aparte pannetjes groenten, zoals gebakken papiertjes en appeltjes. En vader is wel eens verkeerd. Die lepelt wel eens uit moeders pannetje. Ja, die weet ook wat lekker is. En als vader dan even verkeerd is, dan kijkt moeder zo kwaad. En dan zegt ze, en niet doen! Anders heb ik straks niks meer. Ja, geen kwaad woord over moeder. Moeder was een goede moeder. Wij hielden van moeder. Haha, ben laat niet goed. Moeder is naar de bazaar geweest in Seerdenhoek van de vrouwenvereniging. En als ze thuis komt, dan laat ze zich in de stoel vallen. Haha. En vader? Vader zegt niks. Hij gaat met zijn knieën voor de knieën zitten en begint de schoenen los te rijgen.